Oké. Okay. Let's do this. No. Jij bent er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Lana. Rudy. Lana, wij hebben hier een steen. Ja. Wat verslaat een steen? Peper. Peper, oké. Okay. Nee. Wow, jammer, je bent echt teringdom. Hey jongens, Peter. Welkom. Wij spelen vandaag een heel bekend spelletje misschien voor sommigen. Steen, papier, schaar. Maar er is een twist. Ik ben... Lana is dom. Ze heeft het heen. Ze zit hier echt te zweten voor jullie. Ik heb gezegd, we gaan nu 30 video's opnemen in één sessie. Je krijgt geen pauze. En als je vervelend doet en niet grappig bent, dan krijg je geen avondeten. Wat is weekend? Nee. We spelen What Beats Rock. Dus we moeten eigenlijk zo ver mogelijk zien te komen. Papier verslaat steen. Wat verslaat papier? Wat verslaat papier? Een vlammenwerper. Wat verslaat een vlammenwerper? Een oceaan. Wat verslaat een oceaan? De visserijen. Ja, dat soort dingen. Dus we gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Denk zeker even lekker mee. Zet jouw volgorde ook in de reacties. Vergeet niet te liken. En als je natuurlijk Lana super tof vindt en mij niet, laat het weten in de comments. Want dan komt ze misschien vaker langs. We zouden het begrijpen. Niemand mag mij. What beats rock? Paper. Paper. Engels. Oké. Okay, ja, wel Engels nu. Next. Wat verslaat papier? Ja, moet je... Schaar, of course. Ja, oké. Okay. Oh ja, er is nog een twist. Je mag maar één keer een woord zeggen. Ja. Dus je mag niet dadelijk nog een keer schaar doen als het even uitkomt. Mag je wel je doet hem in het Nederlands. Oh, dat is zo dom. Schaar is just Dutch for scissors. And scissors cut paper. Nice fiber, no cigar. Huh? Waarom mag ik dan geen... Ja. Paper covers rock. Even in French. It's still the same game. Dus dit gewoon AI. What beats papier? Schaar. Schaar. Huh? What the fuck? Scissors cuts paper. It's a Dutch classic. Huh? Oké, verslaat de schaar? We gaan wel weer Engels. We gaan verder. En nu mogen we geen steen kiezen, want die is al geweest. Ja, klopt. Dan we mogen geen steen. Toch? Dus wat verslaat de schaar? Roest. Roest is te groot. Hoezo is roest te groot? Oké, we doen rust. Oh, wacht, ja, maar dan moeten we daarna iets verzinnen dat er... Ja, dan moeten we dus gaan bedenken wat roest wat verslaat. Wat roest verslaat. Nou, cola. Je kan dus dingen in cola leggen, dan gaat het roest eraf. Coca-Cola. Dat... Ja, is dat jouw... We zitten op 3 streken. Als je nu verpest, dan ben je oprecht dom. Oké. Okay. En ik niet. Ik ben dan nog steeds hoeren intelligent. Ai. Ja, gaan we dat doen? Ja. Oeh. Ja! Oh, let's go. Oké, wacht. Waar gaan we op focussen? Welke streak? 30? Dat moet ons toch wel lukken. Wij zijn twee geniale mensen. Oké, wat verslaat Coca-Cola? A fit girl. Tenminste, je hebt ook Coca-Cola Zero natuurlijk. Ja. Oeh, maar wat verslaat Coca-Cola? Ik denk het zit in een fles of in een beker. Een je kan het omschoppen. Mentos. Zou dat het echt zijn? Zou dat zo zijn? Zou ik wel leuk vinden. Ja, maar is Mentos een bekend iets? Tuurlijk. Dat is toch ook... Dat is ook een beetje... Ja! Oei, cool. Ik hoef echt niet na te denken. Oké, what beats a Mentos? Wat verslaat een Mentos, jongens? Wat verslaat een Mentos? We zitten echt op een hele rare gedachtentrein. Ja, klopt. Wat verslaat... Maar ze zijn nog makkelijk te Nazi duik. Wat verslaat Mentos? Het is een bedrijf in principe, toch? De stockmarket. Het is ook de stockmarket, zou kunnen. Is misschien ja, is het overdreven. Ja, ja. Of een suikerban, weet ik het. Sugarban, Texas. Nee, wacht. Mentos is ook een snoepje. Waarin, als je het erin gooit, smelt het of verdwijnt het? Ik weet het niet. Als je het heel warm maakt. Ja. Microwave? Microwave? I'll try. Eén andere heeft dat geraden. Holy shit. Oh, er stond op microwave can blow up Mentos. What the fuck, dat wist ik niet. Dat moeten we proberen. Maar wat verslaat een magnetron? Ik hoor jullie denken, ik hoor jullie hersenen kraken, ik hoor het gewoon hier. We kunnen ook gewoon zoiets als een hamer doen. Ja, laten we hamer doen. Zullen we het doen? Ja. Hammer time. Oké, dus we zitten nu in streak 7. Wat verslaat een hamer? Ja, je zou bijvoorbeeld het handvat kunnen zagen. Maar ik weet niet of dat het... Een zaag, ja. Verslaat. Je zou ook gewoon meteen echt heel groot kunnen gaan. Ja, je kan ook gewoon zo'n drukpers doen. Maar ja, wat verslaat er een hydraulic press? Een meteor? Ja. Een meteor kan ook een hamer verslaan. Maar we moeten eigenlijk zo klein mogelijke stapjes denken. Dat maakt het beter. Zuur, acid kan ook nog. Weet ik niet. Fire? Vuur wel. Zullen we fire proberen? Vuur sowieso het handvat. Dat blijft wel. Ja, ligt dan... Gaat het gewoon proberen. Oh, gaat het gewoon proberen. Hey, meld ze hammer. Kijk, oké, what beats fire? Ja, dit kunnen we gewoon heel simpel zeggen met water. Maar water is wel moeilijk te bieden, though. Of gebrek aan zuurstof kan ook nog kunnen. Dat zou. Maar ja, hoe zeg je dat dan neer? Oxygen deficiency. Vacuum. Vacuum, ja. Hoe sla je vacuum? I don't know. Water is denk ik beter. Nee. Oh. Ja, water is wel to the point, toch? Ja, of we kunnen ook regen doen. Of een water hose of zo. Firefighter. Water hose, dat kunnen we ook doen. Firefighter kunnen we ook doen. Firefighter. Wacht, dat is een goeie. Maar dan moeten we een firefighter verslaan. Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Niet. Daar hebben we gewoon een mes voor.
Wat? Dat is toch gewoon it's zo? True, it's true, though. Is toch gewoon zo? Ja, oké. Okay. Ja, alleen met knife hebben we wel hetzelfde dilemma als de hamer, denk ik. Ja, en we mogen geen vuur meer. Je kunt ook een geweer zeggen. Of een knuppel, kan ook nog. Gewoon iets van een wapen. Noem even een heel dom wapen. Of een explosie zou ook nog kunnen. Lang verhaal, maar ja, ik zou het niet weten. Een kapot luchtmasker. Een beam kan ook nog iets wat er opvalt. Of een building. Een laserstraal, ja. Een laserstraal. Er zijn heel veel opties. Oké, laten we een laserstraal doen. Die vind ik wel leuk. Laserbeam. Ja, maar ik weet niet of het een laser... Oh, hij moet nadenken. Oh, you're the first person to beat the firefighter with a laserbeam. Let's go! Nou, we zijn in ieder geval origineel. Daar doen we het voor. Oké, maar wat verslaat een laserbeam? Ja. Oh, planetary shield. Ik denk dat ze in Area 51 er wel iets voor hebben. Ja, maar wat verslaat nou echt een laserbeam? Een deflective... Een spiegel. Een shield. Zou een spiegel niet werken? Of is dat alleen in films zo? Ja, nee, maar dat is dat ligt eraan wat voor een laserbeam het is. Ah, oh, dat is een lastige. Wel leuk. Ja. Ja, wil je het doen? Ik vind het wel leuk. Oh, maar ik kan... Oh. Ja, het zou ook heel goed niet zo kunnen zijn. Ja, zou ik het doen? Ja. Oké. Oh, heel veel andere mensen hebben dit... Zo, oké, maar wat verslaat een... dit is niet zo moeilijk. Ja, gewoon een rock. Echt... Oh, nee. Almost. Oeh, oh shit, dat was wel heel close. Ja, wat verslaat dat? Een koevoet. Een auto, een vuist, alles. Iets waardoor het breekt. Een hard iets wel. Een metaal iets? Een ei? Metaal vind ik zo lastig, want dan kom ik altijd een beetje op vuur uit. Een projectiel, een pebble kunnen we misschien ook zeggen, maar ik weet niet of dat telt als rock. Ja, waarschijnlijk wel. Tenminste, ik zou dat begrijpen als ze dat doen. Ik zei net ook ei, want... Ja, een hamer kan ook iets waar je mee slaat of tikt. Je kan je vuist ook doen. Ugliness. Oh, die vind ik wel leuk. Als dat... Ik weet niet... Oh! Let's go! But I can't fix ugliness. Oké, een spiegel kan reflecteren, maar het kan niet je lelijke kop fixen. Hey, er staat hier al een kleine hint voor de volgende, denk ik. That's a job for a plastic surgeon. What beats ugliness? Ja, dat is een goeie. Dat is echt... Of make-up kunnen ook doen. Oh, make-up is ook wel een goeie. Misschien wel makkelijker. Hoeven niet weer iemand te vermoorden. Ik praat gewoon doorheen. Damn. Ik zag dat je make-up op had en toen dacht ik meteen... Maar geen zorgen, jongens. Zij is een natural beauty. Ik ben op haar gevallen toen ze geen eens wist wat make-up was. Precies. Wacht, dat klinkt heel gek. Oh, dat klinkt... Oké, dat heb je niet gehoord. Staying at home. Ik vind wel make-up leuker, omdat je dan niet weer een persoon hoeft te vermoorden. Knife. Weer een beroep. Make-up? Ja. Sorry, hey. Ladies. Oké, wat verslaat make-up? Natural beauty. Oh, wat verslaat make-up? We kunnen het ook zien als vernietigen. Hè? Het hoeft niet, zeg maar, wat het concept van make-up vernietigt. Daar gaat het niet eens per se om. Nee, gewoon letterlijk kapot maken. Gewoon er met een auto overheen rijden. Of het laten vallen. Of dat zou... Ja, jammer dat vuur of gewoon hitte echt het antwoord is voor heel alles. Veel dingen. Ja, echt letterlijk. Insane. Nou ja, hitte zou natuurlijk gewoon nog kunnen. Want we hebben fire hebben we gezegd, maar hitte is nog vrij om te gebruiken. Ja, of een haai. Ja, basically. Shark. Oh, hij moet nadenken. Oh, dat is hij goed. Duurt lang, ja. Okay. Hey, first person! Let's go, we zijn echt origineel. Oké, maar wat verslaat de shark? Japanese people. Harpoon. Ja, harpoen. Vind ik origineel. Harpoen. Schrijf dat zo? Oh, oké. Oh, lekker. We zitten op 50. We zijn op de helft van ons originele doel. Oké, we verslaan een harpoen. Greenpeace. Kunnen we zo doen? Ja, ik vind het goed. Hey! Lekker. Oké, we verslaan Greenpeace. Lack of funding. Pirates. Pirates. Kom op. Hey. Let's go. 17. Oké, wat verslaat piraten? Piraten. Oeh, dan kunnen we een enemy twist doen. Oh, de piramide. De driehoek van... Piramide. ook die. Piramide. Je zit gewoon aan je... Je zit gewoon mid-gesprek gewoon je eigen gedachten. Ja, oké. En terecht ook. Ja, en terecht. Maar ik bedoel de Bermuda driehoek. Oeh, maar hoe sla je die? Niet. Atoombom. Er omheen varen. Wat verslaat piraten? De overheid, dat kan ook nog. Een gat in het schip of zo. Er zijn ook nog een steeds storm, piraten. Een storm, de zee. Ja, storm. Ja. Of die grote octopus. De Kraken. De Kraken. Yeah.
Oké, okay, maar wat verslaat de Kraken? In de film, is hij daar verslagen van Jack Sparrow? Ik weet het niet. Zou ik gewoon Jack Sparrow... Nee, kut, ik denk niet dat hij een verslagen heeft. Nou, niet Jack Sparrow zelf. Nee. Geloof ik. Die loopt alleen maar... Poseidon. Oh nee, gaan we nu zou gooien? Ik het doen? We gaan Grieks. We gaan mythologisch. Let's go! Poseidon is the god of the sea and the Kraken is just a big squid. Poseidon can summon a tsunami and wash away the calamari. Yeah. Ik zag net even gold staan en toen dacht ik, what's a god to a non-believer? Huh? Oké, okay, maar wat verslaat Poseidon? Zeus? Ja, of dus niet geloven. Want nu gaan we gewoon goden tegen elkaar opspelen. Zeus. Zeus en Zeus. Ja. Leuker. Wat verslaat Zeus? Ja, dat bedoel ik. Kronos? Here we go. Of Gaia? Kronos. Hoppa! Ja? Okay. Kut, maar hoe verslaan we Kronos? Die hebben alsnog een gevecht tegen de tijd. Oh, tijd wil ja, in. God. Dan ben ik alsnog zo groot gegaan. Oh, nee. Wat verslaat Kronos? Is hij verslagen in de films? Ja, er is een game genaamd in de films. Huh? De films. Oh, zijn het... Zei je dat? Ja? Is toch een film? Het is een Griekse mythologie. Gewoon algemeen. Dus maar net welke interpretatie je checkt. Maar ja, er is wel een game laatst uitgekomen. Hades 2. En dat is Kronos de laatste eindbaas. Ja. Daar heb ik hem verslagen. En dat is met... De dochter van Hades. Oké, okay, we kunnen het proberen. Ja, maar nu moeten we die dus gaan verslaan, hè? Oh! Ja, oké. Man of the Greek goddess of ghosts would hunt Kronos, the god of time, into submission. Hoppa. Awesome. Oké, maar nou... How do we beat the god of ghosts? Ik zit helemaal op het verkeerde pad, jongens. Dit is niet goed. Oh, met een exorcist. Exorcist, ja, oké. Nu gaan we weer... Tot weer menselijk. Komt weer dichterbij. Yes. Yes. En de eerste. Yes. Oké, hoe verslaan we een exorcist? Met een demon? Een demon dan met zo? Holy water? Dan moet hij wel... Ja, dan moet je dus wel een demon hebben die sterker is dan een exorcist. Een archdemon. Ja, maar dan ga ik met de ver. Ja. Een mes. Nee, die hebben we al. Toch? Oh. Nee, die hadden we nog niet. Die wilden we. Wat verslaat een mes? Een smid. Een smid. Die kan vast wel een mes. Blacksmith? Heet dat een blacksmith? Ja, dat hebben we. Oké. Ja. Oh, yes, lekker. Oké, we zijn er bijna. We zitten op 25. We zitten op 25. We gaan goed. We komen zo vaak don't terug. Fuck up. Ik wil dit niet nog een keer doen. We komen zo vaak terug op beroepen ook. Ja, trouwens. Ja, dat zijn altijd wel. Die ziet dan weer gewoon als mens. Ja, en dan wil ik ze weer neersteken. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel trouwens een hele grappige site. Het is wel echt een leuk spelletje. Het is een goed spel. Moderne wapens. Geen idee. Machinery. Ja, gewoon vervangen worden missiles. Door. Ja. Is wel een beetje waar. True. Of je doet zoiets als spuitschieten. Omdat je tegenwoordig je wapens kan spuitschieten of zo. Ik weet het niet. 3D-printing. Ja, we kunnen pistool zeggen of zo. Claw of poison kan ook nog. Poison. Vergif. Ah, nee. We kunnen gaan vergiftigen. Ja. Of een virus. Ieder, ja. Ja. Of een bacterie. Maar dan komen we weer terug bij dokters. Of ja, nee, wat doen we? Bacteria doen we dan. En dan doen we antibiotics. Oké. Ja. En wat verslaat dit? Een baliebuik. Wat verslaat antibiotica? Cancer. Nee. Ja, is wel waar, though, ja. Antibiotica. Oh, wacht. Maar dat kunnen we misschien wel doen. Nog cancer. En dan ja, maar ja, wat biedt cancer? Die echo. Piep. Oh, echo. Onze hersenen zijn echt gekookt. Het is veel te warm hier. Het is echt heel heet hier. De straling. Ja, die bedoel ik. Radiation. Maar ik weet niet hoe dat heet. Therapy. Oh, ja. Misschien cancer. Ja, oké. What beats cancer? Dwayne Johnson. radiation therapy dan? Ja, dat denk ik. Radiation therapy. Ik weet niet of dat in het Engels... Oh, ja, hey. Works. Radiation zaps cancer cells like a box zapper in the summer barbecue. Take that, cancer. Ja, fuck you, cancer. Oké, nog één. En dan omschrijving. Dan hebben we dat 30. Woe. Wat verslaat straling? Ja, we kunnen nu gewoon... Nee, dat is gewoon lood. Lood? Oh, dan gaat hij kapot. Ja, maar daar komt straling niet doorheen, toch? Yes! Hoppa! We did it! Oké, 30! We did it! Woo. Tik hem vast aan. Oh, wat gaan we doen? Dit hebben we heel duidelijk ingestudeerd. Dat was niet stoer. Maar goed. Oké, wat verslaat lood? Goeie. Roest. Roest, ja. Gaan we weer. Oh, ik weet het niet. En vuur kan ook niet. Ik weet het niet. Je kan het wel smelten. Het is vrij... Volgens mij is het een lage smelttemperatuur. De zon. Ja, ik zit even te denken. Een meteor. Ja, ik bedoel, we zijn toch op 30. Fuck it. Meteor, fuck it. Hola. Boom. Ja, je hebt van die raketten die op een meteor ja, kassen. Missile. Missile. We end up at missile Hola. Anyway. Wat? Ja, maar dat ligt er toch aan hoe groot een missile is. Een missile? Against a meteor?
Ja, dat is hetzelfde als een mes naar een space rock fight brengen. Mooi geprobeerd, want meteoren zijn gewoon out of this world. Dat vind ik niet eerlijk, want er zijn missiles die meteoren kunnen aan hun baan kunnen leiden. Ja, dat is wel waar. Ja. Had ik een nuke moeten zeggen? Oh, dat zou kunnen. Oh. Nou jongens, we hebben het geprobeerd. Ik ben benieuwd wat jullie hadden ingevuld. En toch bij de 30 gekomen. Precies. Ik vind het wel ziek, want ik dacht, dit zou alvast wel pogingen kosten. Maar nu zijn we gewoon in één stuk gewoon aan het blazen met super goede inzichten. En we zijn ver gekomen. Laat me ook even jullie highscore weten. Als je dit vaker wilt zien, laat dat dan ook weten. Laat ons weten. Laat alles weten. Yo, was je schoenmaat, gast. Als je Lana ook al vaker wil zien, laat het weten. Zie jullie in de volgende video. Hey, tjallas. Bye. Tjallas. Joeroe.